Dag Carol, we zien elkaar hier bij Rudy Maanhout voor de voorstelling van het kalender. Je heeft meegedaan aan een danswedstrijd met Björn de Wilde, dacht ik, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dat was de editie 2008, Sterren op de Dansvloer met Björn de Wilde. Al een tijdje geleden? Inderdaad, een tijdje geleden, maar supermooie herinneringen. Ja. Is hij een goede danser? Ondertussen een zeker goede danser geworden. Nee, het is een goede danser. Ja. Waarom kom je hier toe bij Rudy dan? Ik ben eigenlijk uitgenodigd geweest van Rudy. Rudy was toen ook fotograaf bij Sterren. Onlangs hebben we elkaar eigenlijk teruggezien en Rudy zei, ik zou het heel fijn vinden mocht je komen voor de kalender. Hè. Dus het is eigenlijk voor het goede doel en tegen borstkanker en ik heb gezegd, ik ga met heel veel plezier komen. Is er nog een verdere carrière voor jou op televisie? Op televisie? Oei, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben volop bezig met dans. Ik ben nooit gestopt met dans en ik doe ook verder. Ik heb diverse projecten lopen naast de media, waar ik eigenlijk volop mee bezig ben. Met het eerste middelbaar, eigenlijk KTA. Dus, waar ergens? Dat is in Sint-Michielsbrugge. Dat is een sportschool. En samen met Christian de Denen zijn wij dus gestart met een academie vanaf het eerste middelbaar ASO. Dat is een project die nu nog maar vanaf september begonnen is. Dus ik ga zulke projecten volop verder uitbouwen, helpen uitbouwen. En ik denk dan andere programma's daarbij nog eens nemen. Ik denk dat het een beetje te veel zou worden. Houden zo. Zeker weten. Wel bedankt. Hartelijk bedankt.